Mijn naam is Bella van Dalen en ik ben orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet- en enkelklachten in de Bergman Kliniek. Ik ben de dokter, dus ik behandel de patiënten. Ik bepaal of ze een operatie moeten ondergaan of niet. En als ze een operatie moeten ondergaan, dan zal ik de operatie ook uitvoeren. Ik werk samen met 3 podologen, waarvan er 2 vooral echograferen en 1 vooral de steunzolen maakt. En ik werk samen met een gipsverbandmeester en 2 medische consulentes die voor mij een deel van de anamnese afnemen en helpen met de logistiek rondom de patiënt. Ik ben Paul Vaander. Ik werk hier bij de Bergman Kliniek. Het vooronderzoek voor dokter Van Dalen, daar ben ik actief in. Een patiënt meldt zich bij ons en dan gaan we eerst eens luisteren wat het probleem is. Vervolgens doen we een functieonderzoek. We gaan kijken waar zit dan de pijn en wat is er aan de hand. Wat we ook doen is het maken van echografische beelden. En uiteindelijk leidt dat tot een bepaalde conclusie. Dan krijgt iemand vervolgens een afspraak bij dokter Van Dalen. Ik ben Bianca, ik ben medisch consulent en vaste assistent van dokter Van Dalen. Alle mensen die bij de podologen zijn geweest, die roep ik naar binnen. We herhalen eigenlijk wat er verteld is. En alle aanvullende informatie die nog niet aanwezig is, die zorg ik dat het netjes in het systeem terechtkomt. Mijn naam is Lisa de Grauw. Ik ben registerpodoloog en echografist, gespecialiseerd in voet en enkel. Ik werk naast dokter Van Dalen op de poli voor voetorthopedie. Dokter Van Dalen zal met de patiënt de problemen bespreken of de aandoening bespreken. En dan daarvan wordt er gekozen voor een operatie of voor een conservatieve therapie. Als er wordt gekozen voor conservatief, dan komen de patiënten bij mij terecht. Ik zal mezelf voorstellen, mijn naam is Bartjan Sibrandi, ik ben gipsverbandmeester hier binnen de Bergman Kliniek en maak deel uit van het team van dokter Van Dalen. Mijn taak is om de patiënten die ik verwezen krijg van dokter Van Dalen en van de podologen te voorzien van een brace of een hulpmiddel waardoor de klachten die ze hebben doen afnemen. De patiënten die een nachtspalk krijgen, die zijn vaak verwezen direct door de podoloog. De nachtspalk is bedoeld om de voet in een bepaalde stand te houden, waarbij er spanning komt op de peesplaat, waardoor de klachten in de periode dat die spalk gedragen wordt 's nachts doen afnemen. Ik ben Robert Woning. Ik doe een vooronderzoek voor de dokter. Dus als een patiënt bij mij komt, dan ben ik eigenlijk degene die uit gaat leggen aan de patiënt wat is het probleem, wat speelt er in die voet. Als eenmaal duidelijk is precies wat iemand mankeert en er is een goede diagnose, ja, dan is de behandeling is ook bekend. We hebben een heel team mensen om ons heen die zich allemaal bemoeien met het oplossen van voetklachten. En dan is natuurlijk het mooie hier dat je al die zorg direct kunt inzetten. Mensen zijn vaak met een ochtendje Bergman, zijn ze klaar. En dan hebben ze alle mensen gehad die een rol kunnen spelen bij de behandeling.